Een lok oma in Den Bosch, een lok student in Tilburg, een lok puber in Kuik en lok fiets in tenminste 8 Brabantse gemeenten. Allemaal zijn ze succesvol. Een van de Brabantse gemeenten die voorop loopt is Vught. Hier werden de afgelopen jaren met de lok fiets al 23 fietsendieven opgepakt. 10:51, ik krijg een melding dat de lokfiets in beweging is. Ik sta bij station Vught en ik zie dat hij richting de Helvoortseweg gaat over. We gaan meteen die kant op. Vaak leidt het oppakken van iemand die een lokfiets steelt tot het oplossen van meer fietsendiefstallen. En we hebben ook daardoor fietsen teruggevonden waar nog geen aangifte van was gedaan. Maar dat we toch via de fietserzaak zeg maar, toch de rechtmatige eigenaar hebben kunnen achterhalen. Dus we hebben weer mensen daar weer tevreden kunnen stellen dat de fiets weer terug is. Juridisch gezien wordt het ook steeds makkelijker om lokmiddelen in te zetten. Sinds 2 jaar wordt in heel Brabant al in een vroeg stadium overlegd met het Openbaar Ministerie. En zolang de politie wel lokt, maar niet uitlokt, leidt het gewoon tot een veroordeling. Elke dag komt er een agent in Burger langs in dit huis. Even de afwas doen en wat spullen verplaatsen. Zo lijkt het voor de buren net een gewone woning, maar dat is het niet. Hoe het precies werkt, dat gaan we u natuurlijk niet vertellen. Maar neemt u maar van mij aan, als hier iemand binnenkomt die hier niet hoort, dan weet in no time de politie het, gaan alle alarmbellen rinkelen en dan pakken we hem of haar in de kraag. We zijn hier namelijk in een heuse lokwoning, de tweede in Vught om precies te zijn. De eerste lokwoning leverde 2 jaar geleden al de vangst van een notoire inbreker op. Het is de bedoeling dat het hier opnieuw gaat lukken. En wegens het succes van de lokmiddelen introduceert Vught komend jaar ook nog een lokauto.